euthanasie plegen vanwege enkel vanwege een voltooid leven moet niet worden toegestaan. Althans, dat vindt een commissie onder leiding van Paul Schnabel, oud-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook moet het plegen van euthanasie of hulp bij zelfdoding in handen blijven van artsen en niet door familieleden of vrienden worden begeleid. Ja, als je gewoon goed doordenkt en ik kies voor euthanasie, dat wil zeggen, is voor mij dus klaar. Ik heb alles gehad. Eens wat ik nog graag wil, rust. Hanny, wat gaat er morgen gebeuren? Wat? Morgen, wat is er dan? Nou, ik wil graag klaar. Wat bedoel je met graag klaar? Nou, huppakee. Ik wil wel huppakee klaar, nu. Ja? Ja. Ja, hele heftige verhalen. Aan tafel hierover Marjolein Rikmanspoel, welkom. U bent juriste en tevens ook geestelijk verzorger, mogen we wel zeggen, bij Isala in Zwolle. Klopt. Ja, we hebben het elke keer over euthanasie en voltooid leven. Wat is nou precies het verschil? Ja, ja. Nou, het begrip voltooid leven is eigenlijk een lastige term. Dat zegt de commissie in het rapport ook. Het voorbeeld wat net getoond wordt, dat is een fragment uit een documentaire van de Levenseindekliniek. Ja. En deze mevrouw leidt aan een beginnende dementie of een vorm van dementie. Dat valt niet onder het begrip voltooid leven. Voltooid leven is uitdrukkelijk buiten de euthanasiewet gehouden door de wetgever destijds, bij de totstandkoming van de wet. Ja. En als ik probeer een lekentaal te zeggen, is er geen direct verband tussen de doodswens en een lichamelijke kwaal. Dat is eigenlijk de uiterste groep, is dat. Het is een ongelooflijke juridische taal, ja, natuurlijk. Ja, binnen ook een ongelooflijk moeilijk kader. Ja, klopt. Want ja, die commissie Schnabel, de commissie van Wijzen wordt die ook wel eens genoemd, die heeft gekeken naar de huidige euthanasiewet, zoals we die kennen. Ja. En die hebben nu, anderhalve week geleden geloof ik, een week geleden geoordeeld. Ja. Van, het blijft eigenlijk een beetje bij het oude. De wet voldoet. Ja. En de arts is de enige die een leven ten einde mag brengen. Ja, klopt. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de kern van, en dat heeft ook heel duidelijk te maken. Er zijn mensen die zeggen van ja, de arts die heeft al een hele grote rol. Maar zeker als het gaat om de uitvoering, is het zo dat een arts het leven op een humane manier, als het gaat om fysieke leven, op een humane manier kan beëindigen. En er zijn eigenlijk geen beroepsgroepen die daartoe bevoegd zijn. Ja, maar zitten er dan in die hele nieuwe, want de commissie heeft er lang naar gekeken, zitten er dan helemaal geen wijzigingen in? Nou, ten eerste alle nuance op dat die wet is niet statisch. Er zit binnen de wet is best veel ontwikkeling al geweest de afgelopen 10, 12, 14 jaar. Ja. En er zijn ook al 2 wetsevaluaties geweest, dus dat kun je heel goed volgen. En dat zit zeker ook in juridische punten en komma's. Maar een heel belangrijke uitbreiding is geweest, en dat is onder invloed van de toetsingscommissies, dat ook een stapeling van ouderdomskwalen is een grond om euthanasie te mogen plegen. Dus er is al best wel verruiming binnen die wet. Is dat dan een doorbraak? Nou, dat was op zichzelf. Dat is niet echt als een doorbraak gezien, maar dat is wel een ontwikkeling. Wat betreft het rapport zijn er denk ik, is het niet de grote doorbraak die sommigen graag hadden willen zien. Maar ik denk dat er toch wel wat kleine doorbraakjes. Er is in ieder geval 1 doorbraak waar ik heel verheugd over ben. Ja. En dat is, ik citeer, dat is pagina 213 in het rapport, voor wie het wil nakijken. Ja. Is dat er gezegd wordt door de commissie dat ze aanbevelen dat er een richtlijn komt. En dat de scanarts, dus de tweede arts die geconsulteerd moet worden, een andere deskundige nog aanvullend mag inroepen. En daar wordt mijn beroepsgroep nadrukkelijk genoemd. Want u bent geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger, ja. Dus u zult vaker geraadpleegd worden ook om een advies te geven. Of hoe moet ik dat dan? Want het zijn nogmaals, dat rapport staat pagina's vol met allerlei juridische termen. En dat is natuurlijk ook over zo'n ongelooflijk ingewikkeld onderwerp heel noodzakelijk. Ja. Maar ja, u in de praktijk heeft daar natuurlijk als geestelijk verzorgvaar mee te maken. Ja. Dus. En nou, in het ziekenhuis wordt vrij weinig euthanasie verricht. Ja. Wat een beetje worstelen, hoe noem je dat nou? De meeste euthanasie gebeurt door de huisarts in de thuissituatie. Ja.
Dus dat ook even. Maar toch, u heeft er vaak mee te maken. Ja, het is eigenlijk voor het eerst dat er aandacht is voor het belang van geestelijke verzorging bij euthanasie. Als ik het goed lees, gaat het primair om de ondersteuning van de toetsing door de arts. Ja. Dus het gaat er nog niet zozeer om de begeleiding van de patiënt mensen om de patiënt heen. Ja. Nou, en ik denk dat geestelijk verzorgers dat ook heel belangrijk vinden. Maar in die zin vind ik het feit dat dat zo genoemd wordt en de zingevingskant bij dat lijden wordt gezien. Dat benoemd wordt dat een positief iets is. Dat wil ik toch echt wel als heel positief punt benoemen, ondanks de kritische noten die anderen erbij hebben. Ja, want de andere kant van het verhaal bij euthanasie is natuurlijk, we hebben die wet in Nederland. Ja, ja. Ja, die wet die kent hele strenge voorwaarden. Maar aan de andere kant is het zo dat, hoe moeten mensen anders uit het leven stappen als ze echt geen mogelijkheden meer zien? Ja. Wat is het alternatief? Je bedoelt voor een humane zelfdoding? Ja. Nou, er zijn alternatieven die volgens de wet mogen. Er zijn stichtingen, één of twee stichtingen in Nederland waar mensen terecht kunnen om aan medicijnen te komen. En zo zijn er andere methodes. Dus het kan wel. Maar dan kom je dus terug op dat eerste punt wat jij aanhaalde. Namelijk, we willen eigenlijk als samenleving, of de overheid wil toch dat graag bij de arts houden. Ja. Omdat er gevaren op de loer liggen dat mensen onder druk worden gezet. Dat ze zichzelf onder druk gaan zetten. Dat ze zeggen, ik wil niemand tot last zijn. Dat hoeft niet eens door familie te gebeuren. Maar dan kan iemand ook zelf gaan denken. En omdat dus die uitvoeringskant belangrijk is. Want in het ergste geval dat iemand niet goed reageert op medicatie. Ja. Ja, dan, wie gaat dan op het, wie gaat dan oordelen? Wie gaat dan op het uur u? Ja. Het genadeschot geven, om het maar even cru te zeggen. Ja. Ja, we willen toch graag dat er dan een goede begeleiding bij is. En voor de goede orde, Nederland loopt ook eigenlijk al internationaal gezien, Europees gezien, echt voor de troepen uit met de wetgeving. Ja. Is deze wet nu, is het toekomstbestendig, zoals ze dat dan nu zo mooi noemen? Kunnen we hier even mee vooruit? Met pak papier nou, er nu de commissie ligt. Commissie Snabel vindt dat we voorlopig vooruit kunnen. Maar zegt ook van we kunnen niet in de toekomst kijken wat de ontwikkelingen zijn. Nee, wat vindt u? Wat ik ervan vind? Nou, ik denk dat nog veel gaat gebeuren in de toekomst. Aan de ene kant, ten aanzien van gespreksvoering, hoe gaan we om met de dood, met een goede dood in het algemeen? En de discussie wordt nu erg aangejaagd over euthanasie en voltooid leven. Ja. Maar ik denk dat we dat... Wordt sterk voor gelobbyd ook, hè? Ja, terwijl we eigenlijk in een veel bredere context moeten zien van hoe gaan we om met een goede dood. En dat is een hele andere vraag dan maar te focussen op euthanasie. Dus ik ben dan ook zo blij dat de commissie zegt, die existentiële kant, die psycho-emotionele kant noemen ze ook. Die krijgt aandacht, ja. Die is ook belangrijk. En niet alleen maar dat stukje fysiek. En daar zie ik dat we gewoon als maatschappij eigenlijk een bredere discussie moeten voeren. Kortom, we gaan het hier nog heel lang over hebben. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Enorme stapel met juridische papieren die zal vast alleen maar groeien. Ik dank u voor deze tekst en uitleg. We zullen het er vast nog wel een keer over hebben. Leuk om hier te zijn. Ja.